Heel goedenavond. Voor het doden van een Duitse studente in Emmen is een 20-jarige man uit Zimbabwe veroordeeld tot 9 jaar celstraf. Dus moord is niet aangenomen, maar wel doodslag en een opwelling iemand van het leven beroven. Daarnaast is de rechtbank tot een straf van 9 jaar gekomen op grond uiteraard van de ernst van het feit, maar vooral ook op de persoonlijke impact, op de impact die het verlies van een dochter heeft nagelaten op haar moeder, op de nabestaanden. Opnieuw een hete dag in Drenthe. De paarden op het CH De Wolden mochten douchen. Het dierenasiel in Bijlen kreeg dit jaar al 300 kittens binnen. En daarvoor worden gastgezinnen gezocht. En het weer krijg je van Robert. Het was heel dooi vandaag. Zo dooi zelfs dat we weer een nieuw warmterecord vestigd hebben in Drenthe. En wat dat precies inhoudt, daar hoor je zo meteen meer over naar Nijs. De 20-jarige Michael N. moet 9 jaar de cel in voor het doden van de Duitse studente Leonore, die op dat moment in Emmen woonde. Ook moet hij een schadevergoeding van bijna 5000 euro betalen aan de familie van het slachtoffer. Op de vroege ochtend van 3 september 2018 takelt Michael N. zijn Duitse huisgenote ernstig toe. Hij steekt haar met een mes, drukt haar hoofd in een kussen en laat haar achter. Daarnaast rekent de rechtbank het verdachte aan dat hij, zoals is gebleken uit de inhoud van het strafdossier, het slachtoffer geruime tijd, naar eigen zeggen circa 20 tot 30 minuten, maar mogelijk is dit langer geweest, voor dood heeft achtergelaten, alvorens hij 112 heeft gebeld. Toch gaat de rechtbank niet uit van moord met voorbedachte raden, maar van doodslag. Op grond van de bewijsmiddelen waarbij de rechtbank overigens overwogen heeft dat de verdachte niet na heeft gedacht over zijn handelingen. Dus moord is niet aangenomen, maar wel doodslag en een opwelling iemand van het leven beroven. Daarnaast is de rechtbank tot een straf van 9 jaar gekomen op grond uiteraard van de ernst van het feit, maar vooral ook op de persoonlijke impact, op de impact die het verlies van een dochter heeft nagelaten op haar moeder, op de nabestaanden, want dat is natuurlijk vreselijk geweest. En ook in een andere spraakmakende zaak werd vandaag uitspraak gedaan, in hoger beroep. Want de twee Belgische mannen die hebben bekend dat ze in juni 2016 de woningoverval in Gees pleegden, waarbij Koert Elders om het leven kwam, moeten 13 jaar de cel in. De Amsterdamse Abdelhak B. is veroordeeld tot 10 jaar cel en tbs met dwangverpleging. En dat is een verrassing, want er lag geen tbs-advies. Volgens het Hof is het onverantwoord als de man zonder behandeling weer op straat komt. De zaak tegen een derde Belg moet van het Hof opnieuw worden gedaan vanwege fouten rondom het getuigenverhoor. We moeten minder water gebruiken. De waterleidingmaatschappij Drenthe, de WMD, vreest dat anders de waterdruk wegvalt. Het waterverbruik in Drenthe stevend vandaag af op een record. Als het verbruik zo doorgaat, is het water straks echt op, zegt de WMD. De maatschappij roept dan ook op om zuinig aan te doen met water tijdens het piekmoment tussen 6 en 10 uur vanavond. Dus dan niet douchen of de vaatwasser aanzetten. Op een normale dag wordt er zo'n 80.000 kuub water gebruikt in Drenthe. En gisteren steeg het gebruik al naar 128.000 kuub. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de hoge temperaturen. Want het is hijgen, puffen en zweten. Maar ook veel vertier. Het was opnieuw een hete dag in Drenthe. De temperatuur loopt ook vandaag weer in rap tempo op tot ver boven de 30 graden. Maar daar is niet iedereen blij mee. En ook sommige dieren raken in de problemen. Zo merken ze bij de dierenambulance in Assen. Hallo Leo, kijk eens, we hebben weer een musje. Die is uit het dakgoot gevallen. Geen ouders meer in de buurt. Hij lijkt verder helemaal goed gezond. Het is nog een kleintje, dus hij redt zich nog niet zelf. Maar wel helemaal goed verder. Nou, dan gaan we zorgen dat hij groot wordt. Bij de dierenambulance komen vooral vogels en vleermuizen binnen. In de hal is hij neergestreken bij mensen. En dan kwam hij niet weer weg, want hij zat te laag op de grond. Maar je ziet het ook door de warmte. En wel heel snel wilt hij vocht opnemen. Dus je merkt nu al puur dat hij gewoon naar beneden is gevallen door de warmte nu. Niet alleen vogels ondervinden problemen. Ook de paarden op het Concoury Peak in Veningen smachten naar een beetje verkoeling. En daarvoor is een paardenwasstraat opgezet. En de dieren worden extra in bescherming genomen. Tot nu toe gaat het aardig goed. We zijn vanmorgen om 7 uur al begonnen. En ja, dat is 2 uur eerder dan normaal. En dan is de temperatuur nog lekker en vanmiddag dan ligt het een tijdje stil. En dan vanavond om 6 uur dan gaan we weer verder.
En ook deze alpaca's in Tiendeveen krijgen een verfrissing. Maar voor bootjes levert de warmte problemen op. We zijn dus via het Veenpark hier naartoe gevaren. En uiteindelijk hier gestrand, omdat de bediening van de bruggen en sluisjes een probleem opleveren met de warmte. Het is te warm en het is veel fysiek werk natuurlijk, dus ja, dat is het probleem. Ja, wat vindt u ervan? Ja, geen probleem. Dan blijven we een paar dagen hier of een klein stukje verder. Ja, het beste op zo'n dag is natuurlijk een duik in het water. De explosieve opruimingsdienst heeft vanochtend in een vijver bij het Noordersanatorium in Zuid-Laren een mortiergranaat uit de Tweede Wereldoorlog opgeruimd. Het explosief werd dinsdag gevonden door een magneetvisser. Na de vondst gooide hij de granaat weer terug in de vijver uit angst voor onveilige situaties. Een bewoner van het sanatorium kon melden dat het terrein begin jaren 40 werd gebruikt als militair oefenterrein. Omdat er mogelijk nog veel meer explosieven in de vijver liggen, blijft de noodverordening, die gisteren is ingesteld, nog voor onbepaalde tijd van kracht. Eerste Kamerlid Henk Otten uit Heiken is uit zijn partij Forum voor Democratie gezet. Otten wordt door de partij beschuldigd van fraude. Hij doet aangifte tegen voorman Thierry Baudet. Ook overweegt hij aangifte tegen twee andere partijkopstukken. Otten, die zijn zetel in de Eerste Kamer niet opgeeft, spreekt over ongefundeerde beweringen van het bestuur die zijn goede naam en reputatie ernstig zouden beschadigen. Otten raakt in opspraak omdat hij een greep in de kas zou hebben gedaan. Hij liet zich ook kritisch uit over partijleider Thierry Baudet. De oud-inwoner van Heiken ontkent alle aantijgingen tegen hem en zegt de waarheid naar buiten te zullen brengen. Ruim 300 kittens zijn er dit jaar al bij het provinciaal dierentehuis in Bijlen gebracht. Dat is een ongekend hoog aantal. En de verblijven voor de jonge katjes zitten dan ook overvol. En daarom kan het asiel nog wel wat gastgezinnen voor de beestjes gebruiken. En momenteel zijn we hier op een van onze plaatsbare afdelingen voor de kittens. We hebben twee afdelingen. En in totaal zitten hier momenteel zo'n 40 kittens die op zoek zijn naar een nieuw baasje. Kittens, kittens en nog eens kittens. Waarom, weet Tol niet, maar dit jaar worden er extra veel kittens gedumpt. Het asiel raakt voller en voller. Wil dan niemand de jonge katjes hebben? Er zijn genoeg die ze willen hebben, alleen het is natuurlijk vakantietijd. Dat kunnen wij duidelijk merken. Volgende maand zullen er heel veel weer een plekje vinden als mensen weer terug zijn van vakantie. Maar op dit moment gaan er elke dag wel een paar weg, maar het zijn er nog niet zoveel. Om het asiel te helpen worden er gastgezinnen ingezet waar de kittens verblijven tot ze groot genoeg zijn om geplaatst te worden. Gastgezinnen zijn voor ons ontzettend belangrijk omdat wij qua aantallen de dieren hier niet kwijt kunnen. En daarnaast dat de dieren in de gastgezinnen veel betere socialisatie krijgen. Een van die ruim 40 gastgezinnen is in Zeegse bij Hilda Pater. Zij vangt al bijna 15 jaar kittens op voor het asiel en heeft thuis een ruimte speciaal ingericht voor de katten. Ik vind het geweldig. Ik heb altijd heel erg veel van dieren gehouden. Ik heb ook altijd zelf dieren gehad. En wat is er nou leuker dan jonge dieren? Hè? En dus ik heb nu het voorrecht dat ik altijd jonge dieren heb. En op het moment dat ze groter worden, dan komt er weer een nieuw licht in. Soms zijn het er 7 of 8 en soms zijn het er 3 of 4. Maar als deze over 2 weken geplaatst worden, dan heb ik weer ruimte voor een nieuwe lichting. Dus dan begint het verhaal weer opnieuw. Ik zei het net al, we hebben weer een nieuw warmterecord in Drenthe. Het is nog nooit zo warm geweest als vandaag hier in deze provincie. Daarom hebben wij de verkoeling een beetje opzocht hier onder de boom in Oud-Alm. Vanavond en vannacht wordt het weer benauwd warm. Een tropische nacht met 21 graden. En weiden, dat doet het bijna niet. Morgen koelt het gelukkig ietsje af naar 36 graden. Maar wel een matig windje uit het oosten. De komende dagen koelt het wel echt ietsje af. Zaterdag wordt het nog 30 graden en in de avond kans op onweersbui. Zondag wordt het weer ietsje koeler met 27 graden. En ook overdag kans op een beetje regen. En maandag hebben we 24 graden, overwegend droog en zon. Maar wel een klein beetje regen en vrij harde wind. Maar goed, nu is het in ieder geval nog donders warm. Ik heb de zwembox al aan. Gert de cameraman ook. Dus wij gaan nog even een beetje verkoeling zoeken. Nou, kun je ook maar het beste doen. Tot zover deze uitzending. Zometeen kun je hier verder kijken naar Identiteit X. Vanavond presenteren de neven Stijn en Jasper de nieuwe identiteit van onze provincie. Online vind je natuurlijk het laatste nieuws met natuurlijk ook al het nieuws en de gevolgen van de hitte van vandaag. Bedankt voor het kijken. Een fijne, zwoele avond.